Goedemiddag en welkom bij deze release webinar van Scenario Advies. Het gaat hier om de versies van Scenario Advies 2.03 en 2.04. Laat u daarin, zoals te doen gebruikelijk, zien wat er nieuw, zeker gewijzigd is. En eh, tot slot laten we uiteraard weten wanneer deze beschikbaar zijn. En we blikken kort vooruit naar wat we de komende tijd mogen verwachten. Wat is er in deze versie allemaal nieuw en gewijzigd? De maximale hypotheektoets, daar hebben we het tijdelijk pensioeninkomen, wat in sommige gevallen dus een blokkade opleverde, opgeheven. Daarmee kon namelijk dan ook het inventarisatierapport niet opgemaakt worden. En dat is natuurlijk uitermate storend. Dat probleem is dus gelukkig nu niet meer aanwezig. Inmiddels is dus uh, ik woon als nieuwe productlijn toegevoegd. Dat betekent dat je daarmee dus nieuwe berekeningen kunt maken, maar daarmee dus ook in de toetsing dus op een gegeven moment rekening mee kunt houden. Daarnaast in de maximale hypotheektoets zijn er productlijnen van Hypotrust aangepast. Op het onderpand kan er nu dus tot 106% van de marktwaarde gefinancierd worden. En dat gaat natuurlijk ook in combinatie met de energiebesparende maatregelen. Verder is er bij nationale Nederlanden ook wat aangepast. Nu kan er dus, als er dus een alleenstaande is of een één aanvrager is met inkomen, tussen 19.500 en 31.000 euro. Dus maximaal 3% opgeteld worden bij dat financieringslastpercentage. Verder, in inventarisatie zien we dat er als er bezittingen zijn, dat er nu 5 of meer zijn bij de cliënt, of in totaal bij 9 als er ook een cliënt en een partner aanwezig zijn, dus op een gegeven moment goed verdeeld worden. We liepen nu dus tegen de beperking aan dat er niet meer bezittingen ingevoerd konden worden, maar dat is dus nu met deze versie opgelost. Verder eh, hebben we bij de uitgaven, als u dus gebruik maakt van uh, de cijfermatige overzichten, zoals die Nibud uh, ons beschikbaar stelt, uh, hebben we een aanschrijving van uh, de cijfers bij de twee onder kapwoning. De woonlasten werden daarin op een andere, niet correcte wijze berekend. Dat hebben we nu bijgewerkt. En verder, als we nu netto inkomen invoeren onder de noemer uitkeringen, dan worden deze nu dus nu ook meegenomen in de bepaling van welke uitgaventrouw daar dan dus bij past. Verder, het. Uh, Klantprofiel hebben we dus aangepast. Helaas kunnen we daar geen zichtbare resultaten van laten zien. Dat betekent echter wel dat we op de achtergrond het compleet en geheel vernieuwd hebben, zodat openen en opslaan van het adviestek daarmee dus een betere performance, ofwel dus sneller openen en sluiten oplevert. Daarnaast, onder de analyse, wanneer u het overzichtsscherm opent, u weet wel dat het scherm met al die kolommen. Uh, op het moment dat ik een berekening kopieerde in het verleden, waarin ook een vermogensrekening uh, aanwezig was, dus denk aan een spaarrekening eigen woning, dan uh, ontstonden er fouten als u daarna wilde opslaan. Nou, dat is dus nu verholpen. En verder uh, was er een kolom wens, aangezien deze niet gevuld werd en ook uh, hoegenaamd tot niet gebruikt werd, hebben we deze nu verwijderd. Dat geldt dus trouwens alleen voor de nieuwe adviestrajecten de oude adviesteksten waar u dus mogelijk die kolom uh, wel gebruikt heeft, die blijven gewoon inzichtelijk als u dat advies weer opent. Daarnaast is dus, onder berekening X, u ziet het al in het scherm staan, is uh, een meldingstekst ver, uh, verbeterd, aangepast. Uh, de teksten als u de grens van de NG overschrijdt, zijn nu beter leesbaar. Daarnaast hebben we in het scherm hypotheek onder diezelfde berekening X informatieve teksten toegevoegd. Um, als u op een gegeven moment een overlijdensrisicoverzekering dus koppelt, niet aan een leningdeel. Dus dan een fout bij het scenario werkloosheid. Uh, als u bij de scenario parameters had aangegeven dat er dus niet werd voldaan aan de referteis, werd er toch een werkloosheidsuitkering berekend. Nou, die fout is hersteld. Er zal dus in dat geval, als de klant dus geen uh, of niet voldoet aan die referteis, dus geen werkloosheidsuitkering doorberekend worden. In de rapportages, in de, zowel het inventarisatie als het adviesrapport, worden de persoonlijke gegevens van de klant weergegeven. En daarin hebben we dus de aanduiding bruto maandinkomen gewijzigd in bruto inkomen gemiddeld per maand, uh, aangezien er namelijk binnen dat maandinkomen ook een 1/12 van het vakantiegeld is meegenomen. En Dat ziet er dan dus als volgt uit: een bruto inkomen gemiddeld per maand zien we dus in de tweede regel in de opsomming. In het adviesrapport hebben we in hoofdstuk 3 bij de nieuwe situatie uh, ook het een en ander aangepast. Um, het verreemde toeval wilde dat, namelijk in het geval u een tweede hypotheek, een onderhandse verhoging of omzetting van een bestaand ledendeel uh, wilde adviseren. Dat daarin bij de overzichten van kosten en financiering uh, geen financieringsopzet werd weergegeven. En dat is dus nu vanaf deze versie wel het geval. Verder in scenario en schiktheid. De uitkeringsduur van bestaande woonlastverzekering wordt nu getoond in maanden of tot het einde van de verzekering. Dus het kan zijn dat er dus op een gegeven moment een looptijd van 120 maanden is aangegeven. Maar Als bijvoorbeeld de klant eerder met pensioen gaat, houdt die uitkering eerder op en zal het dan dus ook in de tekst opgenomen worden. Bij de overlijdensrisicovergelijking hebben we de nieuwste premies van TAF verwerkt. En in de aanvraagmodule hebben we dus het HLN schema aangepast en hebben we daarmee dus ook een centraal beheer toegevoegd. Op het moment dat we dus een keuze maken vanuit een gekozen productlijn die bij de aanvraag bij dat advies hoort, dan is het niet meer mogelijk om een andere lijn te kiezen. We zou namelijk het vreemde toeval zich kunnen voordoen dat de kies voor Floris is en daarna toch kiest voor een schema van Egon. Nou dat zou natuurlijk heel raar zijn, dus dat hebben we daarmee dus nu ook niet meer mogelijk gemaakt. Daarnaast in deze versie is de introductie van DADX losgegaan. Met andere woorden, u kunt vanaf deze versie met documentenverkeer over de HDN-lijn gaan werken. En die documenten haalt u dan dus op vanuit scenario-advies. Hier verderop in deze in release-webinar laten we dus uitgebreid zien. Dat betekent namelijk dat u via het overzicht van aanvragen vanuit het menu Start kunt kijken of er dus berichten klaarstaan. Dan uh, om de meest actuele versie dus beschikbaar te hebben klikt u dus op berichten ophalen. En dan ziet u dus of er dus uh, DA berichten vanuit uh, de maatschappij toegestuurd zijn. In dit geval is er dus een document aanvraagbericht opgehaald van Delta voor uh, van Nieuwenhuizen. En als die meldingen dan binnenkomen dan ziet u dus uh, in het advies als u dat dan opent onder de bemiddelen. Daar waar u voorheen alleen de staatsberichten zag, ziet u dus nu een documentaanvraag ontvangen. Als u daar dan vervolgens op klikt, dan krijgt u dus te zien wat dus op een gegeven moment nog te verwerken documenten zouden zijn. U krijgt een overzicht in beeld met daarbij dus de documenten die de geldstrekken nog verwacht te ontvangen. En dan bij de statusmaatschappij kunt u dan teruglezen of het document al opgestuurd is, door u dus verzonden is. Als het dan binnen is of het al beoordeeld is. En wat dan daar vervolgens de status van is. U ziet daar dus verschillende manieren van berichtgeving naar voren komen. Aan te leveren, duidelijk, u moet daar nog de stukken van verzenden. Als dus de stukken wel binnen zijn, maar nog beoordeeld moeten worden, heeft het de status ontvangen. En op het moment dat het wel ontvangen, maar afgekeurd is, dan ziet u dus afgekeurd en opnieuw aan te leveren in beeld komen. En het liefst ziet u natuurlijk de melding akkoord, dat de documenten die u heeft ingestuurd, dat die ook akkoord zijn. Hoe gaan we dan verder mee door? Op het moment dat u dus nog een document moet aanleveren, dan klikt u dus in het scherm waar u de rode omcirkeling ziet op het documentenmapje wat geopend moet worden. Dus dat kan alleen als er dus een status aan te leveren staat of opnieuw aan te leveren. En dan vervolgens kunt, kunt u dus het document koppelen door vanuit het dossier dus die gegevens op te gaan halen. Als u dus op een document vanuit het dossier klikt, dan kunt u daar dus de knop koppelen actief zien worden. En vervolgens kunt u daarmee dus dan meerdere documenten klaarzetten die dan vervolgens nog verstuurd moeten worden. betekent wel dat alleen de documenten die dus opgenomen zijn in een pdf of tiff formaat gekoppeld kunnen worden. Zit u dus in dit scherm en u heeft nog nieuwe documenten aangeleverd gekregen van de aanvragers van meneer Nieuwenhuizen of mevrouw... Dopriela of weet ik welke naam dat ze mogen hebben, dan kunt u dus door middel van de nu in het beeld zien knop toevoegen die documenten toevoegen aan dit overzicht. Als we dan verder kijken, dan gaan we dus zien dat dus documentaanvraag verwerken. Dus u ook deze documenten nog even kunt inkijken. Als u twijfelt of dit inderdaad wel het juiste document is wat u wilt doorsturen, dan klikt u eenmaal op die regel. 1 of 2, en kunt u dus vervolgens op het vergrootglas klikken. Het document wordt dan geopend en dan kunt u dus nakijken of dit inderdaad het document is wat u door wilt zetten. Als u de documenten geselecteerd heeft, kunt u dan dus per document op de blauwe pijl klikken. En daarmee dan dus de documenten alsnog verzenden naar de maatschappij. Op het moment dat u dus zegt van nee, er zijn meerdere documenten die voor dit dossier nog verzonden moeten worden, dan verzamel ik eerst alle documenten en zet ik die klaar. En vervolgens klik ik op de knop alles verzenden. Verder, in deze versie, vanaf deze versie is het weer mogelijk om ook woonpakket te koppelen aan scenario advies. U ziet daarom in het menu start ook de knop woonpakket dus toegevoegd. Dat betekent dat dus de klant vanuit woonpakket.nl gegevens voor u als adviseur beschikbaar kan stellen... En u krijgt daarop dan dus een mail binnen met het verzoek om dus contact op te nemen met die klant en daar dus verder mee aan de slag te gaan. En die ingevulde gegevens die de klant u beschikbaar heeft gesteld, die haalt u op via deze knop woonpakket. Ook in het dashboard, dus in het totaaloverzicht in de widget meldingen, zien we dat dus als melding naar voren komen. Dat betekent dat u dan dubbel klikt op dat nieuwe bericht en de pdf met ingevulde gegevens wordt geopend. Die pdf kunt u dan dus lokaal ergens op een schijf vastzetten en vervolgens dus na het openen weer toevoegen aan het onderdeel dossier binnen het adviesdicht van deze nieuwe klant. Onderaan ziet u een afschrift of een afbeelding van de widget meldingen met hoe zo'n melding er dan dus uit zou kunnen zien. Als u dan kijkt naar de koppel woonpakketgegevens, dus als u die gegevens geopend heeft, dan kunt u dus kijken. Of inderdaad die meneer of mevrouw al beschikbaar is in de database. Als dat zo is, dan kunt u dus de gegevens gaan koppelen. Of u kunt zeggen: Nee, ik wil dus, deze klant is dus niet de juiste die nu in beeld wordt gebracht. Ik wil dat er een nieuw adviestraject voor een nieuwe relatie aangemaakt wordt. Dat betekent dus, voordat u gaat importeren van die gegevens, dat er dus eerst wordt gecontroleerd. Daarmee voorkomt u dat er dus dubbele relaties ontstaan. Als die klant dus wel beschikbaar is, dan kunt u kiezen voor toevoegen en daarna op geselecteerde relatie. Daarmee wordt er een nieuw advies aangemaakt voor die bestaande relatie dus en de gegevens worden daarom dan toegevoegd. Op het moment dat dus de klant nog helemaal nieuw is voor u en niet voorkomt in uw database, dan kunt u dus na toevoegen advies klikken op nieuwe relatie. En daarmee wordt een nieuw adviestraject voor deze klant, nieuwe klant aangemaakt. In allebei de gevallen worden dan dus de gegevens in het adviesdirect voor zover de klant u die beschikbaar heeft gesteld, verder ingevuld. Verder, wat is er nog meer nieuw? In het menu onder Documenten kunt u ook een nieuwe werkgeversverklaring aantreffen. Deze nieuwe werkgeversverklaring maakt het mogelijk om de werkgever al gegevens dus digitaal in te laten vullen. En dat scheelt hem dus een hoop ergernissen op het moment dat er de kleur, verkeerde kleur pen gebruikt wordt. En alle ellende die we nog meer wel vaker tegenkomen. Nou, dat zou dus het gebruik van die, en invulling van de werkgeversklein moeten vergemakkelijken. Woonpakket.nl is dan dus als nieuwe versie beschikbaar. Dat betekent dus 1. het aanleveren van de gegevens. Uh, u als uh, relatie hebt dus op een gegeven moment de link toegestuurd naar die klant. Of de klant heeft dus uh, de site zelf gevonden en biedt dus dan de gegevens uh, aan u aan die dus in de inventarisatie gevuld worden. En welke gegevens hebben we het dan over? U moet dan denken aan personalia, inkomens, bezittingen en schulden, de huidige woonsituatie en de huidige hypotheek. Maar ook de nieuwe woonsituatie en het klantprofiel kan hij dan al invullen. En daarmee bent u al beter voorbereid, kunt u dus beter voorbereid deze afspraak beginnen. Het zijn natuurlijk niet allemaal verplichtingen. Op het moment dat de klant u alleen maar wil voorzien van zijn personalia en wellicht alleen maar de inkomensgegevens, dan kan u op dat moment stoppen en daarmee de gegevens alsnog al aan u beschikbaar stellen. Daarnaast kan de consument ook in deze versie van het woonpakket documenten uploaden. Daarmee dus zal hij een eigen account moeten aanmaken. En binnen die eigen mijnwoonpakket.nl omgeving kan hij de gegevens dus uploaden, maar ook dus nadat hij al gegevens beschikbaar heeft gesteld. U als adviseur krijgt dan een e-mail met dus een link om naar die documenten toe te kunnen. En via dus die URL logt u in op de adviseursmodule van woonpakket.nl. En daar staan er dus de gegevens die de klant u beschikbaar heeft gesteld voor u klaar. Vervolgens kunt u dus via dat menu inloggen en bij beheer klantdocumenten u een filtering op naam van de relatie die documenten dus downloaden die u dus in het dossier wilt opslaan. U kunt dan dus door middel van de groene pijl de documenten daadwerkelijk downloaden. Die gegevens worden dan in eerste instantie door u ergens lokaal opgeslagen en daarna kunt u als dus het adviestraject geopend is van deze klant de documenten daar dan in het dossier toevoegen. En daarmee staan ze u dan weer beschikbaar, beschikbaar dus ook om later weer te kunnen versturen via de DADX berichtenmodule, en dus daarmee op een digitale wijze ook weer die documenten bij de maatschappij te krijgen. Hoe kan ik nu als adviseur dan dus die koppeling woonpakket scenario activeren? Dat doet u als volgt: u logt in op woonpakket.nl. U ziet hier dus de URL ofwel de link om daar te komen. En daarna gaat u dus naar Beheer Gegevens. Onderaan kies je bij het accounttype voor Scenario Advies. En daarmee dus voor opslaan. Anders zou je dus namelijk de gegevens gekoppeld krijgen aan FDC. En dat betekent dus dat alle gegevens die de klant dan invult. geïmporteerd kunnen worden in FDC. maar dan dus niet meer beschikbaar zijn voor Scenario Advies. Hier ziet u even een afbeelding waar dus bij accounttype dan de keuze voor Scenario Advies ingevuld staat. Vanaf het moment dat u dus deze wijziging in het beheer heeft uh, doorgevoerd uh, naar opslaan geklikt hebben, zullen dan alle relaties, klanten die dus uh, gegevens aan u beschikbaar willen stellen, daarmee dan dus uh, binnen snijadvies naar voren komen. En daarmee kunt u dan die gegevens importeren en verder verwerken. Dus om de, te kunnen importeren heeft u dan dus wel nog één uh, aanpassing uh, wijziging door te voeren. U gaat dan. Uh, als beheerder of met beheerdersrechten naar instellingen, bedrijfsgegevens. En daar vult u dan dus de gebruiksnaam en het wachtwoord in, en vervolgens slaat u deze wijzigingen dan op. Als u nu geen gebruiksnaam heeft of wellicht bent u uw wachtwoord vergeten, stuurt u dan even een e-mailbericht naar customerservice.fi. Of kies op woonpakket.nl voor adviseur aanmelden. of op wachtwoord vergeten. En daarmee krijgt u dan alsnog de set van gegevens beschikbaar. om uzelf alsnog aan te melden als adviseur op woonpakket.nl. Als u dan dus die documenten wilt uploaden. naar het inloggen dus via het menu. kunt u dus filteren en daarmee dus verder aan de slag gaan. Maar dat hadden we al gehad. Vanaf wanneer is deze versie beschikbaar? Deze versie is direct beschikbaar, oftewel de versie is al live en kunt u dus via de klantenpagina downloaden of via de nieuwswidget dus direct downloaden. In veel gevallen zult u al automatisch een bericht hebben gekregen dat die versie voor u beschikbaar is en dat u dus kunt updaten naar die hogere versie. Is dat niet het geval, dan is het even verstandig om uw systeembeheerder een seintje te geven dat uw versie alsnog naar boven toe wordt bijgewerkt. Werkt u nog met een wat oudere versie, lager dan een versie 2, dan zal eerst de versie 2.0 geïnstalleerd moeten worden. En vervolgens kunt u deze dan dus updaten naar de meest recente versie, op dit moment 2.04. Wat mogen we verwachten op korte termijn? Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de snelle invoer. We hebben op dit moment natuurlijk wel al een filmpje beschikbaar staan waarin ook de snelle berekening wordt aangetoond. Maar daarmee ja, moet u zelf nog steeds na blijven denken over wat mag ik nu of wat moet ik minimaal nu invullen. Nou, we hebben daarom ook gekozen om dus de benaming snelle berekeningen aan te passen naar de snelle invoer. En op die manier als u voor die optie gaat kiezen kunt u dan dus door middel van een markering die bij de verplichte velden aangegeven wordt versneld tot een 30-jaars overzicht komen. In de volgende release webinar zal daar uitgebreid aandacht aan besteed worden. Daarnaast, helaas, zullen we ook de nodige tijd moeten besteden aan de voorbereidingen voor de nieuwe versie van HDN. Deze versie komt in oktober vrij. En dat betekent dat, zoals wel vaker natuurlijk helaas het geval is, dat er een hoop tijd verricht moet worden om u straks nog gewoon vlekloos aanvragen te laten versturen en te laten ontvangen. Maar dat betekent dus dat u daar niet direct tastbare resultaten van zult zien in de volgende versie. Uh, maar het is uh, toch wel hoog nodig om dus nogmaals straks uh, wel die aanvraag te kunnen laten versturen. Vervolgens het rentescenario. Uh, we hebben natuurlijk uh, vanaf het begin af aan uh, de wens uitgesproken om het rentescenario geïntegreerd in het advies uh, aan te bieden. We hebben daar in eerste instantie een tussenoplossing voor aangeboden. Maar die tussenoplossing gaan we dus nu uh, bijstellen door daar dus een geïntegreerde mogelijkheid van advisering aan te bieden. Uh, daar wordt dus nu in de voorbereidingen gewerkt en binnenkort kunt u die dus in een volgende versie van scenarioadvies uh, verwachten. Heeft u op dit moment uh, nog vragen over deze release of over andere zaken die met uh, scenarioadvies te maken hebben, dan horen we dat uiteraard heel graag van u. U kunt uh, daarover uh, een mail sturen. Uh, Stuur u dat bericht naar kennisandadvies.fi-unit4.com voor dit moment bedank ik u voor het kijken en ik uh, hoop u graag de volgende keer weer te mogen verwelkomen.